Laten we het spel eindigen. Voor de tweede keer. Wacht, misten we niet wat? Ik denk dat er niets is aan de hand is. Ja, we moesten ergens het ding laten zien. Oh nee, eerst ga ik naar de grave. Nee, nee, laat maar. Ja, ik dacht al. Slack, fuck. Ah man, ik vergeet altijd alles. Ik kan nooit een game onthouden, om eerlijk te zijn. Dat is mijn leven wanneer ik iets ga doen. Oh ja, ik moest dit gaan doen. Wat moest ik ook weer gaan doen? Wat? Wat ging ik ook weer doen? Zit in de wc en bedenk, oké, nadat ik hier uit ben, ga ik dit en dit doen. Kom ik uit, wat moest ik ook weer gaan doen? Ik ga weer terug gaan om mijn games te spelen, fuck it. Ik ga gewoon mijn MMO doen. Het is niet alsof ik iets belangrijks moet doen, zoals de zoeken naar stageplek. Of mijn huis opleren voor toets. Nee. Of gewoon editen via Red. Dat gaan we laten wel. Ik ben vandaag ook vergeten te doen of niet soms. What the fuck? Ik durf je om je ogen dicht te doen. So you're starting to realize what you lost. Oh, but not for good. Hij heeft onze virginity, by the way. Lijkt vervolgens komt er zo'n soort hartachtig ding tevoorschijn. Dit is jouw virginity. Wil je hem terug? Sorry, Ventus, ik zou het nooit meer weer doen, knipoog. Oh, nee. Just because I'm not a virgin, doesn't mean I've ever had sex. Nou, eigenlijk, ja, je had eigenlijk wel seks met je hand. Dus, hier hadden we het over de keyblade, quote unquote. Some say Kai, but the meaning is the same. Death, a letter that spells ending. Dus we hebben een betere keyblade, soort van. And I have the power to make it. Correct. Nandatol? Ericus knows it too. He knows exactly what you are. The master? Dat is wat er gebeurt met Mickey, hij werd weggestuurd ook. Kan je die keyblade niet gebruiken voor het goede? Maar het ding is waarschijnlijk dat meestal wordt het voor het verkeerde gebruikt. En je moet er heel veel ingewikkelde shit voor doen. Wat niet goed is. Dus is die waard. Nee, ik denk dat de hond hem niet mee eens is. Maar die hond heeft toch de verkeerde mening. Wat, vindt hij Chaps niet gay? Did the dog take you too, hond? Yeah. He never let me see other worlds. No matter how much I asked. Dus dat is het, de motherfucker. Go! You can ask the man yourself. Learn the truth. And remember, you have a greater... Was er niet de tweede baas gepecht met, Ventus tegen Benitas? Dat kwam... Buiten het laatste level. Nee, dat was geen tweede gevecht. Alleen bij het laatste level komt het tweede gevecht. Oké. Okay. Maar man, door de game is die graveyard heen te gaan, is volgens mij maar 6 minuten of zo. Nee, niet eens 6 minuten. Of wel? Volgens mij is het meest geduld van deze part, cutscene, tot we daar komen. Ja, het meeste part van dit is geduld van deze cutscene. What has the master been keeping from me all this time? People die when they are killed. Just because I'm poor doesn't mean I'm right. Moet het vragen aan Ericus. Ik ben eens heel doms van plan. Vul even mee later. Is goed. Ik probeer mijn best. Oké. Okay. Hey, maar is er wel een ladingsscherm? Ericus! Hadden we niet een ladingsscherm? Ventus, you're alone? Ventus, waarom ben je hier? I thought Akko would
Waarom schreeuwt ze daar in de achtergrond? What matters is that you're home. Right, man. You don't belong outside this world yet. You need to stay here where you can learn. In your prison? Nam dat toe? That's your excuse. For keeping me imprisoned here, isn't it? What? What did you hear? That I'm supposed to be some weapon. Ah. Some kind of keyword. Je hebt alles gehoord. Laat me wat vertellen, Ventus. Xehanort. Die code die je hebt gestolen van Terra. Ik wist dat je het ging stelen, dus ik heb eigenlijk iets erin gedaan waardoor je krachten minder sterk zou worden als je die gelijk in die wapens zou veranderen. Dat was Terra's virginity. Wait, en de code die je nu in je handen hebt, het is niet wat je denkt. Kijk naar die cola nu. Het is, ja. Het is eigenlijk nep. Het was allemaal een plan. Blanket all the worlds in darkness. Nam dat toch? Reduce them to nothing? Bakkara. Darkness did cover the world once, in legend. We know so little about the Keyblade War. Only that it was just the beginning. Amidst that crisis, a precious light was found. It is a curious tale. And one worth exploring. They say ruin brings about creation. So what then would another Keyblade War bring? En dat wil ik erop terugzeggen. If the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? I must have these answers. En het laatst van wat terug te zeggen is gewoon, if the darkness take you, Xehanort? And with it, the door to the Keyblade War unlocked. Fool, you would risk an apocalypse out of sheer curiosity. Ja, bijna. Nog steeds. Ik zou de Keyblade nog steeds voor de goede dingen kunnen gebruiken. Nee, want je moet er heel veel shit voor doen. Dat is niet waard. Maar nee, als het probeert uit te komen, lijkt er geen Ventus' leven niet daarvoor opofferen. Om het waar te maken. Poetic excuses. Words won't dissuade you. Only one thing will. These are the scrub. Oh, it's like, you can't, die bal had je makkelijk kunnen wegslaan. Alright, ontwijken is dat een andere optie. Not your concern. Je Pepsi lopen de kruisvak. Xehanort wist... Nee. Ericus wist al die tijd al dat Xehanort gestoord ding was, toch? Misschien was dit na de meesters ding, examen. I failed. I had the chance. Wel, we krijgen nog een keer om zijn gezicht te zien, dus... Als ze dan nog een keer die liptekens heeft, dan begrijp ik het. Je kan niet tegen mij vechten, Ventus. Die kolen die ik je heb meegegeven, heeft die kracht veel heeft verzwakt. Je hebt altijd dat ze... Ja, dat is virginity, zo. Het maakt je alleen maar zwakker. En die kolen die je bij jou had genomen om aan Terra te geven. Het is al weg. Het is al warm. Er zit geen prik meer in. Shit, mijn visie heeft gefaald. Terra, ik heb je cola. En het gaat niet om de cola, Ventus. Het gaat om het idee. Het maakt niet uit. Als we Xehanort verslaan, kunnen we alle drie gewoon cola drinken. Is het toch goed? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Wat is dit ding? Waarom praat je gewoon nooit? Alright. Blijkbaar is hij tegen hate speech. Wat hij zei was hate speech, dus wacht, dus daarom wordt hij nu gecensureerd. En opeens begint die Hamon groei te krijgen. Nee, Hamon, hij gaat Hamon gebruiken. Sanjian Overdrive! Dark Purple!
Key overdrive! What the fuck doen we hier? Is dit de eerste beste plek die ik kon verzinnen? Blijkbaar. Hij kwam er net vandaan, dus... Ja, yeah, dat makes sense. En dan kreeg daar de Ends of the Earth. Een hele goede Keyblades. Wel, we zijn hier nu. Going somewhere? What the fuck? Oh, jij weer. I'm through with you. Well, I'm just getting started with you. Oh my. You're strong enough now to fulfill your purpose. So what are you waiting for? Join with me right here and now. Become the Keyblade. Shut up, Sora. No. Jouw tijd komt later. He told me the only way the Keyblade can be forged is if you and me fight. Well, guess what? I'm not fighting. Behalve later in het spel, want fuck it. You used to be too broken to talk back. Serieus, elke keer wanneer hij grunt, doe je ogen dicht. Alright. Weet je wat dit mist? Lijkt een wat een achtergrondverhaal van hoe Xehanort hem heeft gevonden en shit. Ja, misschien een mobiel spel, Ennis. En ook nog een achtergrondverhaal van like, waarom, hoe de Keyblade waar ging en shit. Oké, dit is raar verteld. Ze hebben Night Neo Shadows hier. Dat zijn Heartlesses, toch? Ja. Please don't do this, master. I'm not strong enough. Like, hoe werkt de Heartless dan? Ik ben meer geïnteresseerd hoe ze dit hebben gedaan. Like this, like the dark, like that is a heartless in plaats van like the reverse of shit. Inverse, yeah. Dat is altijd andere soort monsters. Of bestaan heartless al die tijd al. Weet je wat Nomura zal wel omheen proberen te schrijven als hij doorgaat? Embrace the darkness. Produced by your master, the Keyblade. Dus, dit heeft gefaald. I am disappointed. Really? You would rather die than use the power. Feckless neophyte. If I must, I will extract the darkness from you myself. En dan had ik even pas... Ik zei het zo, dat hij seksueel bedoelde. En toen? En dat is hoe hij zijn virginity heeft genomen. Just because you took my virginity, doesn't mean you fucked me. Zo is Aqua de enige persoon die constant op het licht is, like... Als hij, like, iedereen heeft duisternis in zich, behalve degene die geen duisternis in zich heeft. Zoals hij. Ja, dit heeft hij geen duisternis meer. Is het lichaam. To you, the name Vanitas shall be given. Hoe kom je op deze namen? Yes, fuck jou. Master. De laadschermen, het doet zoveel pijn. Ah, zoveel laadschermen. Ah, mijn virginity. Fine. Then I'll give you a reason to fight. What? Come and find me. At the one and only place to spawn the Keyblade. The Keyblade Graveyard. There, you're gonna see me choke the life out of Terra and Aqua. Hey, niet met Nakama! Ik hou wel van... Ik hou wel van deze team, though. Wait! Fight it, is het Roxas team? Nee, dat is het Roxas team. Terra. Aqua. Ja, ik kan dat nu. Na twee keer kijken naar hoe Terra doet, weet ik het eenmaal. Ik hoef alleen maar naar te kijken.
hebben Lost Memory gekregen. En Xenos Report 9. En coole Keyblade, als je het maar hebt, like, hoe het eruit ziet. Ja. Dit is mijn vraag met... wat is het nou? Met Ericus, die zei tegen Twentus van... Ja, ga terug naar je kamer en blijf doorleren. Denk je dat hij gewoon echt wil ontsluiten voor Keyblade redenen? Of is het gewoon... Hij wil hem echt gewoon een Keyblade master maken. Nee, ik denk dat het voor Keyblade redenen zijn. Want we kunnen overduidelijk zien dat Ventus weet hoe hij moet vechten. En hij krijgt nooit een examen of zoiets. Oh ja. Dus uiteindelijk was Ventus net misunderstood. Kaioken! Kaio, wat voor? Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar... Dus dit is de Keyblade Graveyard. Alles is hier, het is niet echt. Deze foods, alsof ik dit al eerder heb gehoord. Kaioken times 3 times what? Nee, serieus, wat is dat in de achtergrond? Friends forever. What the fuck is een Kaioken? Kan ik daten? De plek ziet er wel cool uit, maar van de andere kant lijkt... Al die pizza. En het is ook best wel leeg. Het is logisch met deze plek. Het is logisch, maar ik ga er geen shit van geven, maar ja. Mijn ding wel met de Keyblade Graveyard is, was het eerst ook een wereld waar alle Keyblade Masters gewoon leefden voordat ze vuisten naar waar Ericus was? Wel, dus daarvoor moet ik een mobielspel spelen. En godverdomme. Ik had zin om die mobielspel te spelen, maar ik heb gehoord dat het heel erg shit is, dus ik ga het niet eens proberen. Ik weet niet, ik heb er niks slechts van gehoord, toch? Ik wacht wel gewoon totdat Johnny's review komt. Dan zie ik wel of ik mijn tijd eraan ga verspillen. Dat nu is een telefoonspel, dus daar ga ik sowieso niet veel tijd aan verspillen. Nou, White, je moet sowieso nog renderen, like, video's renderen en editen voor FireRed. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dat is één reden. Een andere reden is telefoonspellen verdienen 75% van de tijd niet. I know, White. Die for fucking cash. Like, die verdienen maar 5 minuten, like 5% of zo. Ah, hier hebben we een mooie schatkist. Ah, oh, de fucking kaart. Damn it. Ja. Dat is het erg. Grote schatkisten zijn altijd minder waardig in dit spel. Ja, terwijl ik denk dat er iets goeds in zou zitten. Maar nee. Kom op, map toch! Zullen we dit slide it go over Jesse of laat je het ook weer zien? Ik wil het net als met Terra. Ik ben niet snel genoeg. We hebben natuurlijk wel nu, ik heb er wel weer gegrind, dus we hebben nu een aanval als tornado. Het is hetzelfde spel die je hebt in Chain of Memories. Dat is wel goed. Dat is wel goed, ja. Ik haat deze plaats nog steeds de camera. Vooral waar de grote vijanden komen. En we hebben Transcendent. Wat nog meer heb je? Timeslicer? Ars Arcanum en Sonic Blade. Zijn dit een aanval die gaat gebruiken bij de baas? Of ga je daar voor iets anders voor doen? Ik ga wat andere aanvallen gebruiken, met alleen dus welke. Ja, Van Aden heeft hetzelfde probleem als Bitrate. Je hebt meer HP verloren dan je hebt schade aangericht. Komt dit verder. En nou, we zijn dus level 3. Cool. Lars Arcanum. Volgens mij verander ik tornado voor een andere avond, volgens mij. Verhoogd? Geen windkutter is zo. Volgens mij is tornado strijk. Verhoog de levels, like, de levels, de aanvals, aanvalskracht en hoeveel tijd het duurt. Ik denk het wel. Ja, dit gedeelte had ik het meeste. Camera's is uitgedierd. Oh, dit is de death. Oh, en de death procession ook, dat is helemaal kut hier. Ja. Je zou denken dat je recht voor de vijand staat, maar nee. Dat was 37, hè. En het ding dat ik eigenlijk van het level-up systeem wat jammer vind, is dat je nou de HP erbij krijgt. Je krijgt defense en ding bij, maar dat HP. Is goed. 3 minuten.
maar gewoon nog 3 minuten. Nog 3 minuten, kom op, Ennis. We hoeven nog maar 3 minuten te doen. Ja. Ik heb zoveel, ik heb bijna alle abilities compleet, jezus. Dan ren ik gewoon naar de keuken. De meest manliest manier ooit. Zoals die ene Titan. En die ladingsscherm. Ja. Oh god, ik weet niet hoe ik deze part ga eindigen. Ik weet niet wat ik moet zeggen voor het einde van deze part. I know, right? It's like, maak het een Dragon Ball Z einde. Hoezo een Dragon Ball Z einde? Oh god. De volgende keer... Maar nee, wanneer we daar zijn. We hebben nog een paar minuten. Like 2 minuten of zo, 2,5. Oké. Ik heb alleen niks anders te zeggen nu. Ja, wat niet hè. Kijk, het is dezelfde plek waar we laatst waren geweest. Ja, Birth by Sleep is like, dat hele spel waar je meer moet zetten dan elk ander Kingdom Hearts spel. Even al. De volgende keer in Dragon Ball Birth by Sleep. We spelen dan als Aqua en krijgt niet veel fanservice helaas. Het leven is shit. Dat is... Als Aqua... Gaan we door de werelden heen en gaan we zien hoe de andere twee alles hebben verneukt. Dan moeten we alles, al hun problemen oplossen. Nou, de fanservice met Aqua is meer met de lichaamsvorm dan als de camera naar haar kan toe doen, maar geen panty shots, jammer genoeg. Er is niet echt veel fanservice. Nee. Er is ook geen ding, wat doen we dan ook weer, hotspring scène of bath scène. Lijkt, het is niet anime genoeg. I know, right. Totdat we de Kingdom Hearts 0.2 krijgen. Was het 0.2 of was het 2.8? Dan alweer, het maakt niet uit. Ook als ze dat erin zouden doen, zouden ze hebben gecensureerd bij de Engelse versie. I know, right. Nou, opnieuw, Kingdom Hearts like 0.2 was een 5-voet spel. Dat triggert mij zo erg, dat is wat dom. Dat is een 5-voet spel, kom op. Nee, dat is wel fucking dom. Character customization, automatisch 5-voet spel. Nee, maar serieus, het enige ding wat het mist is gewoon, like, de headpad functie. Kijk, als het customization is, het automatische wipespel, dat is fucking dom. It makes sense. That makes sense. No, it doesn't. It does. It makes sense wanneer ik Jesse kan triggeren. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Ik heb niks te doen. We hebben niks te doen en dit is gewoon uiteindelijk de laatste punt. Dit is like, dit plek, ik hou van deze plek though. Ik weet niet waarom, like, je ziet hier gewoon een groot gat naar de, en dan in de weg naar het laatste baasgevecht en is like... Ja, was wel leuk. It's like, je weet wat ik kan voorstellen, dit is gewoon een plek waar alle Keyblade Warriors bij elkaar kwamen om te praten. Hun laatste woorden hebben voordat ze naar het gevechtsveld gingen.